Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze aflevering toelatingsexamen tandarts biologie 2018 vraag 1 en 2. Vraag 1. Welk van de onderstaande beweringen is correct met betrekking tot het zenuwstelsel? Myeline is hoofdzakelijk een eiwitrijke stof die aangemaakt wordt door de schwanscellen. Myeline is hoofdzakelijk een suikerrijke stof die rond de axonen van de neuronen zitten. Myeline is hoofdzakelijk een vetachtige stof die aangemaakt wordt door de schwanscellen. En myeline is hoofdzakelijk een eiwitrijke stof die rond de axonen van de neuronen zitten. Dus ze toetsen hier een aantal verschillende dingen af. Is het eiwitrijk, vetrijk of suikerrijk? En wordt aangemaakt door de schwancellen of zit het rond de axonen van de neuronen? En als we dan eens een keertje gaan kijken, het zit inderdaad wel rond die axonen van die neuronen, dus dat klopt, maar worden ook aangemaakt door die cellen van Schwann. Waar zit dan het verschil? In het verschil zit hem hier vooral in die samenstelling. Als we eens naar die samenstelling gaan kijken, dan zien we dat die myelineschede, dat die een eiwitcomponent heeft, maar dat die eigenlijk vooral bestaat uit een vettige stof die heel gelijkend is op celmembraan, op die dubbele fosfolipidelaag die gebruikt wordt voor de aanmaak van celhagen. Vandaar het enige juiste antwoord: myeline is hoofdzakelijk een vetachtige stof die aangemaakt wordt door de schwancellen. Vraag 2. Welke bewering is correct met betrekking tot de actiepotentiaal in neuronen? Een actiepotentiaal keert de celmembraanpotentiaal om zodat de binnenkant negatief geladen is en de buitenkant positief geladen is. Actiepotentialen ontstaan door het plots verplaatsen van elektronen doorheen de celmembraan van een neuron. Actiepotentialen ontstaan wanneer de celmembraanpotentiaal negatiever is dan de drempelwaarde. En een actiepotentiaal ontstaat wanneer de depolarisatie van de celmembraan een zekere drempelwaarde heeft bereikt. Ik heb hier die vier stellingen heel eventjes ingekomen. En we zien dus bij een actiepotentiaal gaat de binnenkant negatief geladen worden en de buitenkant positief geladen. Wat zien we? Een neuron in rust, die heeft dat wel. Maar na een actiepotentiaal gaat natuurlijk die polariteit omdraaien. Een cel is normaal gezien van buiten positief en van binnen negatief. En bij die depolarisatie gaan die ionkanalen opengaan met die uitwisseling van die natrium en die kalium. Dus die is sowieso al fout. Als we dan naar B gaan kijken, de verplaatsing van elektronen, dan zou je normaal zeggen, ja, een verplaatsing van elektronen is een elektriciteit en een elektrische stroming. Dat is hetgene wat we natuurlijk nodig hebben om een elektrische prikkel door te geven. Maar in dit geval zijn het geen elektronen, maar zijn het ionen. We hebben die natrium- en die kaliumkanalen, dus zeker geen elektronen. Dan die celmembraanpotentiaal, die is negatiever dan de drempelwaarde. Dan gaat een actiepotentiaal ontstaan. En wat zien we? Bij een cel in rust zitten we normaal gezien met een potentieel van min 70, die al lager is dan die drempelwaarde en dus zou er geen cel in rust kunnen bestaan. Dus deze is sowieso ook fout. Wat zien we? De enige die overblijft, de depolarisatie van de celmembraan, een zekere drempelwaarde heeft bereikt. En dan zien we dus dat die wel correct is. En we zien dat er enkele ionkanalen opengaan, waarbij eigenlijk die potentiaal een klein beetje gaat stijgen naar die min 50 millivolt. En eenmaal als die min 50 millivolt bereikt is, ja, dan gaat die actiepotentiaal onherroepelijk van start en krijgt die volledig depolarisatie van het celmembraan van de cel. Dus enige juiste antwoord op vraag 2 is antwoordmogelijkheid D. Een actiepotentiaal ontstaat wanneer de depolarisatie van de celmembraan een zekere drempelwaarde heeft bereikt. Dat was het voor vraag 1 en 2. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. Geef zeker een duimpje omhoog als je het fijn vond. Dag!